150 auto's, bemand met een chauffeur en een kaartlezer, hebben deelgenomen aan de tweede pijlenrit van de regionale automobielclub Oost. De tocht wordt pijlenrit genoemd omdat men moet rijden volgens op de autokaart aangegeven pijlen. Dat op zichzelf is al niet gemakkelijk, maar het wordt helemaal zoeken als de wegwijzers blijken te zijn afgedekt. Op talloze plaatsen zijn er controleposten, die zodanig zijn opgesteld dat vele rijders er maar direct op afstuiven, om dan te vernemen dat ze eerst nog een stukje hadden moeten omrijden. De rit is in totaal 600 kilometer lang, verdeeld in een nacht- en een dagtraject van elk 300 kilometer. Hier en daar leidt de route over wegen die niet al te best zijn. Van de rijders wordt geëist dat ze in het dagtraject een gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur onderhouden. Dat lijkt niet zo heel veel, maar als men oponthoud wil inhalen, dan moet er op de rechte weg hard getuft worden. Met de maximumsnelheid neemt men het dan niet zo nauw. Al zijn daar natuurlijk de nodige risico's aan verbonden. Er was er niet één die zonder strafpunten in Deventer terugkwam. Begrijpelijk. Desondanks was deze tweede pijlenrit een groot sportief succes.